Vertel even wie je bent. Ik ben Johan Meuli. En wat is het verhaal wat jij wil vertellen? Nou, mijn verhaal is dat ik nogal eens bereid ben om spontaan mensen te helpen of actief te krijgen. Ja, en dat spontaan helpen en actief krijgen, ik heb je verhaal gelezen. Het verhaal wat ik nu zeg is gewoon van, die man dat was gewoon aan verdrinken in zijn eigen puin en rommel en de tuin helemaal onder komen. En ja, toen heb ik die man gestimuleerd van, god man, zou je niet eens opruimen, weet je wel, en bla bla. Ja, maar ik heb geen zin, ik heb geen tijd en nou, ik help je wel, maar jij moet het doen. Zo ben ik een tijdje met die man bezig geweest. En in één keer komt hij te zitten, zullen we eens op gaan ruimen? Dus ja, dat doe ik. En toen ben je gaan helpen? Ja, en de hele buurt had hem al geklagen en gedaan bij de gemeente en woonsteden en weet ik veel. En niemand, ik heb die man geholpen. Ik geloof 20 kuub puin opgeruimd. 20 kuub? Ja, zoiets. Dat is heel wat. Nou, en dan zeggen ze, god, wat heb je dat mooi gedaan. Nee, ik zeg, ik heb niks gedaan, dat heeft die man gedaan. Ja, maar hoe heb je hem zover gekregen dat hij dat ging doen? Ja, gewoon steeds meer, god man, zullen we die rummel eens op? Jij moet het wel doen, jij moet zeggen wat weg moet. Ja, het is niet... jij moet het doen, maar gewoon spontaan die man actief maken. Ja, en het is niet bij één keer gebleven, hè? Nee. Je bent nog een tweede keer geweest, toch? Ja, eerst de achtertuin en toen de voortuin. Ja. Of dan heeft hij weer dit en dan heeft hij weer dat, dan is een dak gewoon kapot. Oh ja, jong, doe ik wel even. Kom maar, dan doen wij dat samen. Ja. Maar nou doet je het zelf, toch? En of ik ga bij een andere buurman een stoep tegels wat rechtleggen. Ja. Doe dat gewoon. Ja, jij doet dat gewoon. Maar nou doet je het zelf, toch? Jij is actief geworden om het goed bij te houden. Ja. Je mag er weer naar de voordeur lopen, dat is weer schoon. Ja, maar de les die je dus eigenlijk kunt leren van stap niet naar de gemeente of zo, maar stap gewoon naar iemand toe en ga met hem praten. Ja. Ja, en dat heb jij gedaan. Maar niet op die manier van, god man, ruim die rommel nog eens op. Nee, als we nou eens samen, ik zal zorgen dat het afgevoerd wordt als jij eens begint op te ruimen. Ja. Dat weten we op die manier. Ja. Wat zou je graag willen? Wat ik zou willen? Ja. Dat de mensen dus gewoon wat deden. Ja.